Mijn naam is Pierre, ik ben 32 jaar oud. Ik woon in Brussel en ik heb mijn doctoraat hier aan de VUB gedaan in de Robotics and Multibody Mechanics Research Group met de focus op protheses. En het is met het laatste prototype waar ik aan gewerkt heb dat wij naar Cybathlon gaan. Dus tijdens mijn doctoraat heb ik verschillende onderzoeksprototypes ontwikkeld en getest met positieve resultaten. En ja, het zou natuurlijk jammer zijn indien die technologie nu gewoon in de kast gezet wordt en vergeten wordt. Daarvoor heb ik dus 3 jaar financiering gekregen om eigenlijk om een bedrijf op te stellen, een spin-off op te starten, die dus dit prototype eigenlijk naar de markt zou kunnen brengen. En dus vandaag is de challenge ook helemaal anders. Ik werk nu hoofdzakelijk op het volledig ontwikkelen eigenlijk van de prothese naar een marktklaar product. En dus een object die een prothesepatiënt eigenlijk dag in dag uit zou kunnen gebruiken. Dus het idee is eigenlijk dat wij dankzij deze competitie buiten onze comfortzone geplaatst worden om onze prototypes snel te moeten verbeteren en zeker naar de user toe. Hè, want alle oefeningen die daar gevraagd worden zijn dagelijkse taken die voor een niet gehandicapte persoon geen enkel probleem is, maar voor een geamputeerde persoon die een hedendaagse prothese draagt, wel grote moeilijkheden. Dankzij de Cybathlon hopen wij toch van een heleboel feedback te krijgen in verband met de usability van de prothese en van die zo nog verder te kunnen verbeteren. En dan is het natuurlijk de bedoeling om volgend jaar hopelijk een spin-off te kunnen opstarten. En om dit prototype echt wel nog verder naar een marktklaar product te brengen, zodanig dat deze ooit effectief gekocht zou kunnen worden door prothesepatiënten. Verkijkend heb ik zo de droom dat er ooit protheses kunnen gemaakt worden die even goed zijn als een echte menselijke voet. Dus dat is ook de richting waar dat wij naartoe willen gaan. Nu natuurlijk, dat kun je niet in één keer doen. Daar moet je verschillende stappen voor leggen. Dus ook die Cybathlon is daarvoor ook een mooie motivatie eigenlijk, hè, om verschillende onderzoeksgroepen, verschillende constructeurs een beetje in competitie te gaan brengen. En om zo de evolutie van protheses een beetje te boosten.